Orang-Oetan Karel was altijd al de koning van Apenheul. Hij had een koninklijke uitstraling met lange dreadlocks, grote wangplaten en enorme handen. Door de aanwezigheid van Karel werd de ontwikkeling bij de mannetjes Amos en Willy onderdrukt. Ze bleven klein en hadden geen wangplaten. Karel was hoogbejaard. In 2010 werd zijn 50ste verjaardag nog gevierd. Karel overleed toen hij bijna 52 jaar was. Het was een verdrietige, maar ook een spannende tijd voor de dierverzorgers. Niemand wist wie de nieuwe koning zou worden. Amos of Willy? In een paar maanden tijd werd dat duidelijk. Amos is een enorme metamorfose ondergaan. Hij kreeg bredere schouders en verdubbelde bijna in gewicht. Zijn haren begonnen ook te groeien en zijn nu bijna een meter lang. Er wordt wekelijks bijgehouden wat er met hem gebeurt. Niet alleen voor Apenheul interessant, maar voor dierentuinen wereldwijd. Er is nog niet eerder zo'n uitgebreid onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een orang-oetangman. Op dit moment groeien ook zijn wangen. Het begon als een dun randje langs zijn gezicht. Ze groeien nu tot grote wangplaten, karakteristiek voor dominante orang-oetanmannen. Amos is met recht de nieuwe opvolger van koning Karel. Hij valt ook steeds beter in de smaak bij de vrouwen. Bij Watana en Josje heeft hij al kinderen. Maar Sandy zag hem niet zitten. Nu Amos een nieuw uiterlijk heeft, heeft ze wel oog voor hem. Hopelijk raakt Sandy zwanger. Haar kinderen zijn nu oud genoeg om op eigen benen te staan. De zwangerschapstest ligt in ieder geval al klaar in Apenheul.